En toen u in 1955 in Japan aankwam, toen nam u ook weer contact op met de Japanse Subud-aanhangers. Ja. Ja, de Japanse Subud-aanhangers deden ook weer hun latihan in een zen-boeddhistische tempel. In de ijskou was dat. En het eerste waar ik mee aankwam de volgende keer was met een straalkacheltje. Omdat ik dacht, nou ja, in die ijskou vind ik het wel heel erg moeilijk om me over te geven. Maar het was een heel klein groepje en ze hadden maar een paar maanden die latihan beoefend. En ja, het was tasten in het duister voor hun. Al die jaren heb ik ze gesteund en op een gegeven ogenblik in 1959 kwam Pak Subud naar Japan toe. Dus het Subud werd bekend in Japan en ja, heel veel Japanners kwamen toen in Tokio samen om geopend te worden ervoor. En u had dus ook interesse voor het Zen-boeddhisme toen u in Japan was. Maar hoe ging dat dan? Bezocht u tempels en sprak u met de monniken? Mijn eerste contacten waren eigenlijk via Jan-Willem van de Wetering, want die trad toe tot een Amerikaanse compound binnen een Rinzai-tempel in Kyoto. En daar heb ik hem eens bezocht. Maar ja, veel verder kwam ik daar ook niet bij. Maar ik ben toen met het Soto-Zen-boeddhisme in contact gekomen met zenmeester Roshi Sumi. En ik vertelde hem dat ik wel geïnteresseerd zou zijn om een film te maken van de Sojiji-tempel in Yokohama, waar hij dan de zenmeester was. Heel aardige man. Hij gaf me alle ruimte. Ik mocht er logeren, ik mocht er fotograferen, ik mocht er filmen. En dat heb ik toen gedaan. En daar heb ik dan ook later een zenfilm van, die ook in Engeland veel voor universiteiten gedraaid is en zo. In feite heb ik twee zijden van de religieuze bewegingen in Japan daarin vertolkt. Het zen-boeddhisme met zijn ingetogenheid. Maar er was ook in Himeji is er een vechtfestival waar twee tempelshrines tegen elkaar ingaan met een enorme hoeveelheid boeren, jongens en zo die tegen elkaar aanbotsen en zo. Het is een soort carnaval, zou je het kunnen noemen. En die twee zijden heb ik in die film samengebracht. En in feite staan die nu als videoclips op YouTube. Maar later, toen ik een jaar of 12 in de bank had gewerkt, toen vond ik toch eigenlijk dat mijn roeping meer de film was dan het bankwezen zelf. En het eerste wat ik toen gedaan heb is een film in twee delen van een half uur elk over mensen van Japan heette die. En daar heb ik eigenlijk die zenfilm ingebracht in twee delen, maar ook afgewisseld met hoe de Japanners leefden, hoe de studenten streden om een plaats in de maatschappij te krijgen. Dus alle aspecten van het Japan. Een van de mensen die mij de aanstoot gaven eigenlijk om het bankwezen vaarwel te zetten was Ed van der Elske. En weer via het consulaat zeiden ze, ja, we hebben hier nu mensen die zijn helemaal bevlogen om de Japanse samenleving. Maar ze hebben helemaal geen onderdak, ze hebben geen geld, ze hebben niks. En ik had, via de bank had ik een mooi huis. En, dus ze hebben bij mij een half jaar hebben ze in huis gezeten. En ik heb ze geïntroduceerd weer bij vrienden in West-Japan. En daar hebben ze ook weer gezeten. En toen weer in Hongkong ook weer geïntroduceerd. Dus Ed van der Elske heet in elk geval zijn Verre Oosterse films en foto's heeft hij van mij uit min of meer kunnen maken. Jan-Willem van de Wetering had De Lege Spiegel, heeft hij geschreven. Maar hij had al een manuscript daarvan in Japan klaar. En er is steeds sprake van geweest dat mijn zen-foto's gecombineerd zouden worden met zijn verhaal erover. Maar hij was nooit tevreden over dat verhaal. Hij heeft geloof ik wel 4 manuscripten heeft hij
verscheurd totdat hij eindelijk de goede vormgeving, een heel afstandelijke humoristische vormgeving gevonden had. Het enige wat er van mijn foto's is overgebleven is de foto op de kaft.